Hallo, mijn naam is Talia. Vooraleer dat ik jullie meeneem naar mijn wondere wereld, ga ik jullie aan het werk zetten. Neem een blad, neem een pen en jullie creativiteit erbij. Het is heel simpel, ik geef jullie een woord en jullie schrijven op alles wat jullie doet denken aan dat woord. Jullie krijgen van mij een kleine 20 seconden, ik zet ondertussen een muziekje op. Als de muziek stopt, stoppen jullie met schrijven. Alright? Jullie eerste woord, vrijwilliger. Alright, dat zou genoeg tijd moeten zijn. Jullie tweede woord is mantelzorger. Succes! Alright, goed. Dat was jullie eerste opdracht. Keigoed gedaan. En nu even serieus. Wat is de kans dat je opschreef bij een vrijwilliger, een jonge studente van 21 jaar die dag en nacht oppas doet bij ouder thuis? Of de kans dat je bij mantelzorger zei, een jonge vrouw die haar carrière opgeeft om voor haar mama met jong dementie te zorgen? Ik schat die kans heel klein in. En dat brengt ons eigenlijk meteen naar twee grote obstakels die dat wij zien. De beeldvorming naar zowel vrijwilligers toe als naar jonge mantelzorgers toe. Want om heel eerlijk te zijn, ik wist helemaal zelf niet dat ik een mantelzorger was. Ik heb 13 jaar lang mede zorg gedragen voor mijn oma met Alzheimer. En je rolt daar stilletjes in en dat wordt meer en meer. Je denkt dat dat normaal is en ineens kom je op een punt dat je niet meer kan. En ik voelde mij heel alleen. Absurd is dat 1 op 5 jongeren en kinderen in Vlaanderen gewoon een jonge mantelzorger zijn. Dat is straf, hè? En ook straffer, tussen die 400.000 jongeren en kinderen heb ik fantastische meisjes leren kennen, als ook Julie, de oprichter van Zojong VZW. Een organisatie die zich inzet voor de herkenning en erkenning van deze jonge mantelzorgers. En voor mij was dat echt een verademing. Ik heb tegen mezelf gezegd, of ik heb luidop gedacht, het is niet voor niks geweest dat ik door zo'n hel gegaan ben. En het is al zeker niet voor niks geweest dat ik zoveel lessen geleerd heb om die dan niet te delen met andere mensen. Ik moest en ik zou het zorglandschap veranderen en daartoe bijdragen. Vanuit de VZW geloven wij dat er heel veel jongeren zo rondlopen. Dat er jonge mensen bepaalde ervaringen hebben meegemaakt die zij zo graag willen omzetten in iets constructiefs. Iets waarbij ze anderen kunnen helpen. En die dat op zoek zijn naar een plek waar zij lotgenotencontact hebben als ook iets in beweging kunnen zetten. Want zo hebben we elkaar ook gevonden over provincies heen. Maar natuurlijk, dat moet je weten dat die organisatie bestaat. En daar zit ook nog een obstakel. We zijn een pionier, we zijn een nieuwe organisatie, de eerste in wat we doen. Maar dat wil ook zeggen dat het voor ons niet gemakkelijk is om bij nieuwe mantelzorgers te komen, die zich in de eerste plaats al niet herkennen, en bij organisaties die misschien niet weten wat we voor hen kunnen betekenen. Wij kregen hier de vraag, wat is de breuk met het verleden en de huidige toestand? Voor ons is dat een heel simpel antwoord. Het verschil met vroeger is onze geboorte, dat we bestaan. En een pionier zijn, dat is heel tof, dat is heel uitdagend. Maar dat maakt ook dat er heel veel nog genetwerkt moet worden. Een obstakel als VZW is natuurlijk, zoals altijd, een mooie financiële sponsoring en een netwerk uitbouwen. En daarom hebben wij jullie nodig.
En wij geloven ook een beetje dat jullie ons nodig hebben, want je kan nooit alles alleen. Wij geloven echt super hard in mensen die samen achter één doel staan. Want onderschat nooit de wilskracht van jonge mensen die de wereld willen verbeteren. Die iets willen bijdragen, die de wereld mooier willen maken. En onderschat zeker niet mensen, ervaringsdeskundigen, die dat samen aan één doel iets willen doen. Ja, dat is echt gewoon magisch. Wij zouden het fantastisch vinden om al onze projecten, namelijk projecten die wij op maat uitvoeren, om die gewoon zoveel mogelijk te kunnen verspreiden, zo laagdrempelig mogelijk. Wij hebben een aanbod zelfs voor kleuters. Ik hoor u denken, kleuters en mantelzorgers. Jawel, zeker. En dat brengt ons naar het aha-moment waar jullie naar vroegen. Het aha-moment is... Het is een ding. Jonge mantelzorgers en jonge ervaren vrijwilligers, ze bestaan. Ze bestaan en het is dichter bij ons dan dat we denken. 1 op 5, 400.000, uw buurvrouw, het buurmeisje. Misschien was je het zelf ook en herken je het nu pas. Het is een ding en wij willen dat ding samen met jullie in de wereld zetten. Dus of het nu gaat van een spel op een middelbare school, of over een gesprek met beleidsmakers, of op hogescholen waarbij wij mee de statuten willen aanpassen naar jonge mantelzorgers, we doen ons best om het zoveel mogelijk te verspreiden. Er gebeuren echt coole dingen. Wij zoeken zoveel mogelijk enthousiastelingen die samen met ons hiervoor willen gaan. Ik ga Piet Huizentruits gewijs jullie nog eens wijzen op de 3 bangelijkste dingen die jullie vandaag moeten onthouden. Punt 1. Het is een ding. Jonge mantelzorgers, jonge vrijwilligers bestaan, maar leid ze naar de organisaties die ze moeten leren kennen, dus ook naar ze jong. Punt 2. Ben jij die fantastische sponsor die ons graag ons projecten net dat duwtje in de rug geeft? Of wil jij graag weten wat wij allemaal voor elkaar kunnen betekenen? Laat ons zeker iets weten op zong.be. En punt 3. Niemand kan ooit iets alleen. Dus wij zijn ook klaar om jullie te leren kennen, om te zien wat wij samen kunnen betekenen voor al deze prachtige jonge mantelzorgers. Maar ook voor deze jonge mensen die zich willen inzetten om iets prachtigs te bereiken. Dankjewel.